Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Even een mededeling vooraf. Omdat PI2 NOS niet werkt, ben ik na de Daily Minutes QRV op PI3 XDV-L op Echolink. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1114. Met een uitzending voor vandaag 23 oktober 2017. Dus het bulletin van maandag. PI2 NOS is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Al verschillende keren is de vergunninghouder Stichting Scoop Hobbyfonds geconfronteerd met misdragingen door radiozendamateurs en anderen. Deze hebben inmiddels zulke vormen aangenomen dat de stichting het niet langer in het belang van het radiozendamateurisme acht om de repeater in de lucht te laten. Papa India 2, November Oscar Sierra. Ja, vandaag is een beetje een rare dag omdat ik gisteren toen ik de uitzending deed nog geen weet had wat vandaag bij amateurs het onderwerp van de dag zou zijn. Er is inmiddels heel veel over gezegd en over geschreven. Ik wil het daar eigenlijk wel bij laten. Behalve dan dat ik vind dat de mensen die hiermee de aanleiding toe geweest zijn, en jullie weten zelf ongetwijfeld wie jullie zijn, dat die zich maar eens moeten afvragen of dit nou echt het beoogde resultaat was. Ongetwijfeld zul je ook andere amateurs kennen en je moet je maar eens afvragen hoe een aantal van die mensen in jouw omgeving hier tegenover staan, vooropgesteld dat ze al van je gedrag weten. Het is overigens geen nieuw fenomeen. Op 16 oktober 2008 verordoneerde agentschap Telecom dat twee Nederlandse repeaters, eentje in Rotterdam en eentje in Almere, voor 3 weken uit de lucht moesten vanwege vergelijkbare problemen. De laatste seconde voor die pauze van 3 weken bij PI2 FLD, die klonk het toen als volgt. Nou, knappe jongen als je eroverheen komt, dus PI1 NSL. Dan heb ik kennelijk toch het laatste woord. En dan gaat bij deze gaat. Ah, zo. Nog in. En was dit voorlopig even de laatste uitzending van Papa India 2. Fox, Lima, Delta. Tot over 3 weken. Gaan we nu over naar wat betere onderwerpen. Volgt nu deel 11 van de serie over telecommunicatie onder water. Ik mag Gijs PD1PA wel bedanken voor het aanreiken van dit populaire onderwerp. Want volgens mij is dit wel een van de meest populaire series die ik in de Daily Minutes gemaakt heb. Ik ben zelden zo vaak benaderd met de vraag wanneer is de volgende aflevering weer? Of je gaat er toch wel mee door, hè? Deel 11 dus. Ik zou heel graag over Enigma doorgaan, zoals ik vorige keer al meldde. Ik vroeg me af of het wel genoeg met het onderwerp communicatie onder water te maken heeft. Strikt gesproken is het geen communicatie onder water, het gaat door de ether. Maar een van de belangrijkste toepassingen van Enigma was wel die door de Duitse onderzeeërs, met name op de Atlantische Oceaan. Een ander probleem is dat de informatie die ik heb zo ontzettend uitgebreid is dat ik er maar lastig vat op krijg. Je moet daarbij nooit te veel informatie in één keer brengen natuurlijk. Ik weet daarnaast denk ik niet genoeg van encryptie om dat onderwerp met veel diepte te kunnen brengen. Ik kan vandaag niettemin op een interessant aspect van dit gebruik van de Enigma inzoomen. Heel kort is het al eens aan de orde geweest. Een niet onaanzienlijk deel van de communicatie van de Duitse U-boten bestond uit verslagen over de weersituatie. Met name de voorspellingen op iets langere termijn waren voor de leiding van de krijgsmacht van essentieel belang. Het Europese weer wordt daarbij sterk beïnvloed door wat er op de Atlantische Oceaan aan weer gebeurt. Om die reden waren de weerwaarnemingen van de U-boten in het betreffende gebied uiterst interessant. Weersatellieten waren er toen nog niet, dat was iets uit de science fiction boekjes zoals ze daar al werden genoemd. Gewoonlijk werden er steeds 3 of 4 U-boten door de Duitsers als weermelders aangemerkt. Zij hadden de opdracht om op zijn minst dagelijks bericht te doen van het weer dat zij daar ter plekke ondervonden. Daarnaast kon ieder schip door de legerleiding worden bevolen om melding te doen van de weersituatie en dat gebeurde ook heel vaak die verzoeken. Vanwege de aard van de informatie zijn de weerberichten bijzonder makkelijk om te zetten in de bekende koetssignalen, de korte reeksen van elk 4 tekens. De voor de Kriegsmarine gebruikelijke koetssignalen ten behoeve van de weerrapporten heten in het spraakgebruik van destijds Kurzfunkspruch of Kurzfunksopse. Opse is kort voor observationen en dat waren dus weerwaarnemingen met een bijzondere versleuteling, de zogenaamde Wetterkurzschlüssel. Deze bestonden uit een startteken WW, gevolgd door de beschrijvende groep van 3 lettergroepen van elk 4 tekens. In de eerste 4 tekens stond het eerste teken voor het type versleuteling, het tweede stond voor de geografische breedtegraad in hele graden, het derde voor de lengtegraad en het vierde van de eerste groep van 4 tekens die stond voor de luchtdrukverandering. De tweede groep van het 5e tot en met het 8e teken, daarvan staat het eerste voor de luchtdruk per 2 millibar. En daarna werden onder andere dingen beschreven als graden Celsius, windrichting, windsterkte, weerverschijnselen en wolken, de horizontale zichtafstand en de richting en de soort van de golven. Bij het weerrapport werd geen tijdstip meegestuurd. Dat betekende dat een weerrapport na vaststellen daarvan binnen een uur zou moeten worden uitgezonden. En als het niet mogelijk was, dan moest er kort voor het nieuwe uitzendtijdstip een nieuwe observatie worden gedaan.
Er waren overigens twee ontvangstations voor deze wetterfunksproefs. In de meeste gevallen betrof dat Noordijk Radio of in bezet Nederland Radio Kootwijk. De berichten werden verder na ontsleuteling aangemerkt als geheim en als voorrangsbericht en werden zo aan de weerkamer van de meteorologische dienst doorgestuurd. Voor de geallieerden die het grootste deel van die tijd mee konden lezen, waren vooral deze WW-meldingen, de weerberichten van de U-boten, van onschatbare waarde. Door deze meldingen waren de geallieerden voortdurend op de hoogte van de posities van veel van de U-boten, zowel belangrijk om de konvooien daar uit de buurt te houden, als om de U-boten zelf te kunnen opjagen en onderscheppen. Tot zover het deel 11. Zoals gezegd ben ik na de uitzending op PI3XDV-L op Echolink en ook in de Ether aanwezig en daarnaast in het chatkanaal van de Daily Minutes via IRC of Hobbyscope Mattermost. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.